kijkers. Welkom in de orangerie van het prachtige slot Zeist voor een nieuwe uitzending van Even voor Zeven. We zijn een heel jaar bij u met een reeks van 10 uitzendingen die dagelijks te zien zijn op Slotstad RTV. We beginnen deze uitzending in het Torenlaan Theater, wat sinds deze zomer elke dinsdag het ASZ-huis is. Het gonst van de activiteiten op dinsdag in het Torenlaan Theater. Het is ASZ Dinsdag. Elke week op deze dag beschikt ASZ over alle ruimte, de grote en de kleine zaal beneden en een bestuurskamer en werkkamer boven. Dat schept nieuwe mogelijkheden. Groepsoverleg en kleinschalige activiteiten, maar ook spreekuur en inloopmogelijkheden, spelletjesmiddag, optredens en evenementen. Vandaag is er veel belangstelling voor bridge. Hoofdregel hierbij is dat het vooral gezellig moet zijn. Er is zeker geen sprake van een officiële bridge drive. Desondanks wordt er met veel inzet gespeeld. Ook wordt er met veel plezier gesjoeld en gedart. Elke dinsdag wordt afgesloten met een borreluur van 16:30 tot 18:00... dat zich mag verheugen op een toenemende belangstelling. Bij de geneugden van de ASZ Dinsdag hoort ook het runnen van de bar en de keuken. Er zijn al redelijk wat vrijwilligers, maar uitbreiding is wenselijk. Aanmelden kan bij Leo Kroon, e-mailadres penningmeester@seniorenzeist.nl. Elk jaar organiseert ASZ een picknick. Door coronabeperkingen kon de picknick de afgelopen 2 jaar niet doorgaan. Maar op 17 september, dan was het weer zover. De picknick werd gehouden in de wijngaard Hoog, Beek en Rooien in het in 1824 aangelegde park Hoog, Beek en Rooien aan de Driebergseweg. Op de plaats van de voormalige moestuin is sinds 10 jaar een wijngaard. Wijngaard Hoog, Beek en Rooien is het resultaat van samenwerking tussen het Utrechts Landschap en Rotary Club Zeist en wordt gerund door vrijwilligers. Bekroonde Johannieter en Souvenir Gris komen hier vandaan. Door de regen kon de picknick niet plaatsvinden onder de karakteristieke schaduwrijke Catalba-boom. Een regenjas was ook niet overbodig. Zoals gebruikelijk had iedereen iets te eten meegebracht, zoals een hartige taart, Franse kaarsjes, een salade, fruit en stokbrood. De stemming was opperbest aan de lange feestelijke gedekte tafel en de wijn was lekker. Terminaal ziek zijn en dan liefst thuis in een vertrouwde omgeving sterven. Dat is los van de organisatie van alle medische zorg niet zo eenvoudig. Vrijwilligers van de Nederlandse Patiëntenvereniging Zeist die zijn er om de mensen in de laatste levensfase bij te staan. Anja Oosterhof, coördinator van NPV Zeist, die is hier en legt uit wat het inhoudt. Wat is dat, die laatste levensfase, Anja? Ja, als je gehoord hebt dat je niet meer beter kan worden en dat je op afzienbare tijd komt te overlijden, dan moeten mensen ook bedenken, waar wil je dat dan doen? Je kunt naar een hospice, naar een bijna thuishuis, maar sommige mensen willen gewoon heel graag thuis blijven. En ja, dat vraagt heel wat van naasten eromheen. En vrijwilligers kunnen hen daarbij ondersteunen. Ik neem aan dat het naast een luisterend oor toch wel iets meer bij komt kijken. Ja, zeker. Ja, het belangrijkste is wel dat ze gewoon aanwezig zijn. Want je ziet vaak dat naasten hun dierbaren niet meer alleen willen laten. En ze willen wel graag soms een boodschapje doen of even naar de kapper of soms moeten ze ook even naar de dokter. Of even bij een vriendin een kopje koffie drinken, de hond uitlaten. Nou, en ja, dat gaat eigenlijk gewoon niet meer. En het geeft daarnaast de rust dat er dus iemand aanwezig is. Maar verder kunnen ze ook helpen bij praktische dingen, helpen met eten of drinken aanreiken. Helpen bij toiletgang. Ze kunnen ook een handvoetmassage doen, dan krijgen ze ook een workshop in van ons elk jaar. Maar ja, het kan ook zijn dat ze voorlezen of muziek luisteren. En heel soms, als iemand nog het goed is, gaan ze in een rolstoel met iemand even naar buiten. Ook dat behoort tot de mogelijkheden. Dus eigenlijk is het gewoon heel, ja, heel breed. Je merkt gewoon dat het heel veel voldoening geeft, want ze zijn zo ontzettend blij dat we er zijn. En het geeft dan ook lucht en rust. En ja, vrijwilligers die merken gewoon
dat ze gewoon heel erg nodig zijn. En ja, ze horen ook van alles. Ze bouwen toch ook, ligt er een beetje aan hoe lang een situatie duurt, een band op met de mensen. En ja, dat geeft hen ook heel veel voldoening. Zijn er bepaalde voorwaarden waar mensen, als iemand nu kijkt en die denkt van, oh, ik zou dat best willen inzetten. Zijn er voorwaarden aan gebonden om de hulp te krijgen? Ja. Nee, goede vraag. Nee, er zijn geen voorwaarden aan verbonden. Alleen dat mensen dus ongeneeslijk ziek moeten zijn en een levensverwachting hebben van minder dan 3 maanden of een jaar. Maar in principe, ze hoeven niet lid te zijn. Maakt allemaal niet uit. Kost het gewoon, wat dan? Zijn er ook kosten? Het kost ook niks. En we zeggen ook altijd van, want we willen graag dat het voor iedereen beschikbaar is en ook zo snel mogelijk. En natuurlijk kost het wel wat, maar we zeggen altijd, giften zijn van harte welkom, maar het staat los van of ze hulp krijgen en hoeveel. Als ik dit zo hoor, dan hebben we het over de thuissituatie, maar is het uitsluitend voor patiënten die dan thuis zijn? Nee, we doen het ook in zorginstellingen en ook in Hospice Koriander van de Wijngaard. Daar komen ook vrijwilligers. Ja, want een zorginstelling, dat is ook een thuissituatie voor mensen. En ook daar is echt ondersteuning hard nodig. Een ander punt. Wat krijgen jullie terug te horen van de mantelzorgers? Want uiteindelijk worden zij een beetje ontlast op dat moment. Wat zijn de reacties van de mensen? Hoe ervaren zij de hulp van de NPV? Ja, ze zijn altijd ontzettend dankbaar en ook heel verwonderd dat het mogelijk is. Dat er gewoon mensen komen en die dat vrijwillig doen. Ze zijn altijd heel erg onder de indruk en ontzettend dankbaar dat het kan. Ja. Dan de hamvraag, oké, waar gaan ze zich dan aanmelden? Waar kunnen mensen zich aanmelden bij de NPV Zeist? Ja, ze kunnen ons altijd bellen, de coördinatoren. Staat ook op de website van www.npvzeist.nl. Nou, u hoort het. U kunt bellen en kijken, maar kijk ook vooral naar de site www.npvzeist.nl. Op 10 oktober is de première van het docudrama Walkart. Deze tweede documentaire van onze eigen cameraman Kees Linnenbank vertelt het verhaal van de familie Walkart, de schenkers en naamgevers van het Walkartpark. Nou, ik ben op Walkart gekomen omdat ik jaren geleden gonsde door Zeist heen over het Walkartpark dat daar een kleinschalige horeca gebouwd zou worden. En iedereen stond op zijn achterste benen en het stond in het... De notaris had in het testament van de Walkart stond dat er niet gebouwd mag worden. En dat ging over en weer. En toen ben ik eens gaan kijken in die testamenten. En er stond inderdaad wel even iets anders. En toen zag ik dus dat er best wel veel interessante dingen zijn rond Walkart. Dus zodoende ben ik begonnen eigenlijk met die documentaire. Mijn naam is Godfried Leonard Walkart. Dit is mijn vrouw Marianne. En dit hier zijn mijn allerliefste dochter. Ik ben Johanna. En ik ben Henriette. Vanaf het moment dat een rijke familie Walkart uit Amsterdam, van de Keizersgracht, die hebben een buitenverblijf gekocht in Zeist, rond 1824. En die koetsreis, dat ze van Amsterdam naar Zeist reizen met hun toen nog kleine dochters, dat is het begin van de film. En hij gaat door tot heden. Docudrama Walkart is te zien op maandag 10 oktober om 8 uur in Theater Figi. Kaarten kosten €5. Reserveren kan tot 8 oktober via e-mailadres info@zhg.nl. Tot slot geef ik het woord aan Lia van Dijk, voorzitter van de Algemene Seniorenvereniging. De Algemene Seniorenvereniging Zeist, ASZ, biedt vele verschillende activiteiten die door, voor en met de leden worden georganiseerd. En daarnaast is er de belangenbehartiging en voorlichting over zaken die senioren aangaan. Tijdens het project Huisbezoek 75+, hebben de senioren aangegeven waar ze blij en gelukkig van worden. En ASZ heeft een grote bijdrage geleverd om dat project te laten slagen. Om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen, is kleinschalig openbaar vervoer nodig. Want hoe kom je van je huis naar het winkelcentrum of naar de huisarts? In Zeist is er de belbus van Meander Omnium. In Austerlitz is er Austerlitz Zorgt Rijdt. In het Kerkenbos is er de Gouden Koets. ASZ heeft een afspraak met wethouder Laura Hoogstraten om te gaan praten over hoe komen we aan meer Gouden Koetsen in Zeist?
Hoe kunnen we dat gaan organiseren? ASZ is samen met andere oudere organisaties in gesprek over de juiste zorg, het juiste vervoer en de woningen waar senioren gelukkig en blij van worden. Dit was weer de eerste Even voor 7 van dit seizoen. Vergeet niet in het ASZ-magazine te kijken en leuke activiteiten uit te kiezen. Tot ziens!